Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op Modern Warfare Remastered. Namelijk de game mode shotguns en pistols. Jullie weten dat ik deze game mode... ik heb hem ook nog! Jullie weten dat ik deze game mode super leuk vind om te spelen. En ik dacht van weet je, voordat hij weg is, voordat we hem niet meer kunnen spelen, moet ik hem nog een keer doen. Dus vandaar dat ik hem nog één keer voor de allerlaatste keer speel. En oeh, weer een granaatje, weer een granaatkill. En daarna is hij helaas weer verwijderd natuurlijk uit Modern Warfare Remastered. En dan moeten wij... kunnen we er niet meer van genieten. Ik heb 3 granaatjes aanstaan voor de mensen die het niet weten en nog niet door hadden. Ik spam dus die granaatjes alle kanten op. En wat dit... Martidom. En wat dit voor game mode is voor de mensen die het niet weten. Dit is een game mode waarin jij alleen gebruik kan en kut mag maken van shotguns en pistols. Je mag natuurlijk ook wat perks aan hebben. Dus ik heb double tap aanstaan. Ik heb van alles en nog wat aanstaan. Maar daar houdt het ook gewoon meteen... Ik zag hem niet meer. Daar houdt het ook gewoon meteen mee op. Dus we gaan kijken natuurlijk of wij een mooie score kunnen gaan neerzetten. Dus vind je het dan leuk om maar te kijken. Ram natuurlijk zo'n kaart op lijkt nog. Die 3 granaten, daar maak ik goed gebruik van. Want die dingen zijn mega overpowered. Oh, granaat. Ah, dat bedoel ik. Die granaten zijn mega overpowered. Daarom gebruiken de enemies natuurlijk ook allemaal. Nee, hij ligt met de Desert Eagle. Wauw, dat is best wel pussy modus als ik eerlijk ben. Holy shit. Ze zitten hier allemaal boven. Jongens, wat zijn we aan het doen in deze lobby? Pak je pistool erbij dan. Oh, yo, die vent is bijna dood. Oh, die shotgun vent had ik niet verwacht. Die voor je vriend. Niks gaat mijn stun ontwijken. Niks, jongen. De lekker die heb ik ook. Snel reloaden, want anders hebben we geen helm meer natuurlijk. Nee, hij knijft me! Oh, die juggernaut perk is zo overpowered. Ik heb double tap aanstaan, zodat ik heel snel met mijn wapen kan schieten. Wat ook super handig is natuurlijk. Maar die juggernaut is ook handig om te hebben, jongen, in deze game mode. Lekker. We hebben hem. Oh, kut, granaat. Nee, shit, jongen. Die granaten moet je even oppassen, gek. Dat is niet normaal, man, hier. Oh, kut, staat er een naast me. Ah, oh, te laat. Ik heb wel een bom nu laten vallen, een granaat. Ik noem het ook gewoon een bom, puur omdat ze zo sterk zijn in deze game. Dat is niet normaal. Lekker, die heb ik ook. Stunnetje daar, want ze hebben smoke gegooid. Die was heel scheef voor mij. Het spijt me zeer, jongens. Die was heel scheef. Hij had een M1014 in zijn handen. Die echt gewoon 4 kogels automatisch in één keer uitkomt. Alleen wij moeten met, doen met een pump action. Shotgun. Ik zit hier hard vast, jongen. Holy shit. Dus ze hebben een UAV. Oh, goede kill van je. Goede kill van je. Laat sowieso Mart doen, want ik was hoe dan ook doodgaan. Dus het maakt verder niet uit. De granaat tegen de muren, want dan loopt hij er waarschijnlijk in. Ja hoor, ik zei het je. Told you so. Dank je. Komt er nog een aan, zag je hem? Oké, hij gaat eerst de granaat gooien, hè. Serieus, final stand, heb je aanstaan, meen je dat? Nee, hij had me in één kogel. Ah, oh, goede kill. Nou, ik had hem eigenlijk ook in één kogel moeten hebben, maar omdat ik juggernaut heb... Werkt het natuurlijk niet, want dan krijg je extra health, extra levens van. Oh, beste granaat ever, Jan. Je mag wel in het Guinness Book of Records van beste granaat ever. Fucking hell, rot nou op man met dat scheiding van je. Ah, oh, ze hebben een airstrike, shit. Jongens, we gaan geoot worden hier als we niet oppassen hoor. En dat zeg ik niet vaak. Dit is een lastig potje, we moeten serieus naar die hardpoint toe zien te komen. Oh, teammate heeft hem. Maar dat is niet heel erg makkelijk op dit moment. Granaat. Ik ben dood. Oh, ik heb hem met mijn granaat. Lekker. Oké, ik blijf hier dus even opwachten nu. Die vet zo irritant met zijn lesstand. Dat is niet te geloven hoor. Zo, die blies ik weg. Ik kan er niet op, komen. Ik kan ze wel stunnen, misschien kan ik het daarmee doen.
Stomme eagle. Nee, weer die juggernaut, lul, joh. Ik zat me daar te concentreren. We staan 25 op 30. Dit is echt een lastig potje, dit. Mag ook wel eens. Dus ik heb er geen probleem mee. Maar die juggernaut vent is zo fucking irritant, jongen. Ik heb die vet gestunt. Meen dit terwijl je gestunt bent? Oh, man. Lucky bastard. Ik had die andere shotgun. Dit was echt een lobby geweest voor die andere shotgun. Maar ja, de MT-14. Maar ja, die heb ik niet aanstaan. Dat is mijn eigen schuld verder. Okay, lekker, lekker, lekker. Martidom, Martidom. Kijk uit hiermee. Ik heb hem. Oh, ik gooi dus een granaat terug, maar dat ging niet goed. Kom op, jongens. We staan voor. 142 om 92. Dus er is op dit moment nog niks aan de hand. Tussen de benen door natuurlijk. Ja, ik heb mijn hitmarker. Er zit er sowieso iemand. Ja, ik heb nog een kill ook. Enemies komen hieruit. Let op. Komen ze aan. Een stuk of vier man of zo. Oh, die granaten, jongen. Dat is niet te geloven, gewoon. Oh, we nog meer hoor, teammate. Kijk uit. Jammer, vriend. Deze keer niet, jongen. Nee! Ik pak net die andere shotgun op. Ik dacht, dan kan ik werk verrichten hier, oh. Lekker, teammates liepen hier nog een, hè. Oh, ik viel naar beneden. Ik wou op die container landen. Ik krijg geen falling damage. Maar dat ging niet helemaal goed. Martidom. De lul op deze Martidom aanstaan, jongen. Zo irritant, hè. Eentje op Last Stand, eentje op Martidom en eentje op Juggernaut. Alle irritante dingen die je kan krijgen in zo'n lobby. Heb ik gewoon in één keer allemaal gewoon. Ja, dat bedoel ik, dat ging niet weer. Nee, shit, naast me. Kom op, kom op, kom op. We staan voor. Niks aan de hand nog verder. Die heb ik ook. Oh, Martidom. Ik heb zo'n granaat in zijn poep gaat gevallen, jongen. Zo'n kill. Oh, fuck! Martidom, je moet weer aan de andere kant op, hè. Je ziet hoe irritant dat dit perkje is, jongen. Boom! Dank je. Nee! Teammate! Teammate stond ernaast! Jij dikke dildo! Dikke dildo teammates, jongen, daar. Oh, de granaat, doe het. Boom! Yay! Oh, jongen, dat is zo irritant als je daardoor doodgaat, hè. Ik ben dood. Oh my god, ik heb ze nog allebei. Oh, die mensen hadden mij zo hard moeten hebben. Ik krijg een RPG op mijn bakken, let op. Yep, 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 oké, top. Lekker, lekker, man. Lekker, hoor. We gaan dit potje winnen, hoor. Niks aan de hand verder, want we gaan gewoon winnen. Dat gaat uiteindelijk op. Team, niet zo camper, man. Fucking final stand, jongen. Alweer, hè. Het is kut. Zo'n irritant mannetje, gek. Want je moet hem twee keer raken. Altijd. 43, 22 staan we. Ik heb het gewoon allemaal... Ja, ik ben dood. Leef ik nog? Ik wou net zeggen, er staat iemand naast me. Ik kon wel niet geloven ik nog leefde. En dan had ik ook beter niet kunnen doen, denk ik. Wauw! Wauw! Dat ik... Tegen de muur aan. Zijn er granaatspots, hè, jongens? Hoppatee. Oké, we moeten eindigen met een kill Deathlock 2. Klaar. Lekker, kijk, dat soort kills wil ik krijgen. Hè, hè? Hè, hè? Uh-oh. Die is die voor je, vriend. Deze keer even niet, ja. Snel nog mijn airstrike gooien. We hebben er eindelijk één gekregen, namelijk. Ik heb allemaal zo gek.
Oh my god, nog meer granaten. Ik heb mijn helikopter nog. Yes, ik heb uiteindelijk mijn helikopter nog. En waarschijnlijk zijn we nu nog geëindigd met een kudet van 2, joh. Zo, aan het einde gingen we gelukkig nog eventjes goed, joh. Maar ja, je ziet het, deze game is zo briljant, joh. 24 als eindscore. We hebben totaal niet op de hardpoint gezeten. Dus dankjewel, teammate Pyter 2004 voor het spelen van de objective. En wauw, dit was best wel een lastig potje. Want één iemand had Martidom. Dus die granaat, als je hem killde, kwam op de grond te liggen, moest je wegrennen. Eén iemand had Final Stand, dus die raakte je keihard terwijl die in Final Stand viel. Eén iemand had Juggernaut, dus die moest je altijd twee kogels raken. En ga zo maar door. En dit is ook meteen het laatste potje dat ik kon spelen op deze game. Want zoals je kan zien, is er een playlist update available. Wat inhoudt dat als ik nu naar Weekend Warfare ga, dat die, zoals je kan zien, hij is vastgelopen. Hallo? Oké, mijn game is vastgelopen. Ik heb geflauw idee. Maar hij is nu in ieder geval weg, deze game. Dus dat is natuurlijk jammer. Maar we hebben er even van kunnen genieten. Dus mocht jullie hebben genoten, jongens, voor deze video, ram natuurlijk zo'n kaart op like. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.